In de afgelopen coronaperiode hebben veel mensen een hond aangeschaft. Dit met als gevolg dat er grote drukte is ontstaan bij hondentrimsalons. Zo ook bij Christel Geerlichs uit Ruurlo. Het is gewoon heel druk. Ik zit gewoon constant vol. Ik werk bijna fulltime in de trimsalon. En ik zit gewoon eigenlijk altijd wel vol. En zeker tegen de zomer aan. Maar mijn klanten maken afspraken al voor het hele jaar. Dus daardoor zit je gewoon sneller vol. Maar dan kan je voor de klant wel garanderen dat er gewoon een plekje voor ze is. Ja, we weten dus dat er zo'n 100.000 honden, cijfers lopen wat uiteen, kan 100, 150.000 honden meer erbij gekomen zijn in de afgelopen 3 jaren. Dus dat is behoorlijk fors, dat is 10%. Dus ja, reken maar uit, 10% meer trimsalonbezoek ook. Volgens de voorzitter van de vakorganisatie ABHB is de drukte niet problematisch. Wel moeten mensen er wat meer voor doen om bij een trimmer terecht te kunnen. Ik zou het niet als een probleem in Nederland willen schetsen. Soms willen mensen graag een trimsalon om de hoek hebben. Ja, dat is soms niet mogelijk, waardoor mensen wat verder moeten rijden. Blijven bellen natuurlijk. Proberen toch ergens een plekje te vinden. En desnoods informatie vragen bij een trimsalon. Ook al zitten de trimmers vol, wij zijn niet vies van mensen uitleggen hoe ze hun hond het beste kunnen onderhouden. De trimster uit Ruurlo is namelijk bang dat sommige van de nieuwe hondeneigenaren niet goed op de hoogte zijn van de vachtverzorging van hun viervoeter. Ik merk wel dat veel eigenaren zich daar niet helemaal goed in ingelezen hebben en zo'n hond bijvoorbeeld pas met 9 maanden voor het eerst komt. En dat is eigenlijk te laat, omdat de hond ook een beetje de opvoeding in de trimsalon kan hebben. De wenperiode in de trimsalon, en dat is toch echt wel vanaf 1 of 4 al. Geerlichs zit samen met vakgenoten uit de regio in een WhatsApp-groep waar ze elkaar helpen waar nodig, maar ook samen proberen de drukte te bestrijden. Op dit moment zijn al die collega's zitten inderdaad ook vol. Maar goed, meestal weet iemand wel weer in die regio een trimster die misschien net, of trimmer die misschien net begonnen is, zodat we elkaar weer, de klanten weer wat advies kunnen geven waar ze misschien best kunnen informeren voor een plekje.